Dit is een zoertje op een gat metiel met zure doop in een kopje en het wordt met aanduiten. Welkom en leuk dat je kijkt naar Goed Gebekt Dialect. Een serie waar wij ons gaan focussen op de dialecten die Nederland rijk is. Waarvan we hier in aflevering 1 gaan kijken naar het Volendamse dialect. Het is vandaag een sneeuwachtige dag hier op de dijk en daarom gaan wij lekker naar binnen naar het Volendamse Museum waar wij een gesprek hebben met Dick Bond. Nu is het natuurlijk zo dat er vandaag de dag nog steeds Volendams wordt gesproken. Was dat vroeger wel meer dan hoe het nu is in jouw optiek? Ja, vroeger was dat meer. Dat wordt nu minder, want de opleidingen zijn gewoon veel beter. Als jij een advocaat bent bijvoorbeeld, of je bent anders, ga je niet Volendams praten tegen je klant, zeg ik maar. Dus dat verandert. De nieuwe generatie die er nu aankomt, ja, die praat gewoon minder Volendams. Kijk, ik heb vijf kleinkinderen en die spreken alle vijf Volendams. Dus die kinderen leren Volendams. Kijk, ik vind het heerlijk om Volendams te spreken met mijn vrienden. Maar ja, voor latere kansen, dan voor dat werk, dan moet je toch wel een beetje Nederlands kunnen. Kan jij een typische Volendamse uitspraak, wat bij jou eigenlijk van huis uit al bekend is, kan jij er eentje opnoemen? Nou, dat is vooral een woord. En dat is het woord bedakken. Dat is, vind ik, een van de waardevolste woorden in het Volendams dialect. En die bestaat ook in het ABN niet. Het betekent, zeg maar, het is een opeenstapeling van teleurstellingen of tegenslagen. Dit is een zoertje op een gat metiel met zure doop in een kopje en het wordt met aanduiten. Dit is een zoertje metiel met een doppie. Dit is een zootje en dat zootje dat bestaat uit aardappelen en gekookte paling. Het wordt bij elkaar gegeten. En in het midden zien jullie een kopje van een kop en schotel met daarin een jus van boter, azijn en veel peper. En het wordt met de handen gegeten. Nou ja, hoe wil jij? Ja, ja. Yeah. Ja, wat betekent dat, hè? Hoe het met mij gaat? Nee, hoe wil je gebakken ei hebben? Oh. Volendammers praten onderling bijna altijd dialect. Bijna altijd? Ja, bijna altijd. Ja, je merkt het aan de hele jonge generatie, dus echt kinderen onder de 10 en zo, dat die heel vaak met de ABN worden opgevoed. Ik denk wel dat het verandert, want ook heel veel jonge ouders die voeden toch hun kinderen wel in het Nederlands op. Ik denk dat ze wel dan stiekem onderling nog wel Volendams praten, hoor. Ja, je leert al heel vroeg op de basisschool, als je als klein kindje in de kleuterklas komt, dan wordt eigenlijk dat Volendamse dialect er gelijk uitgemept. Maar waar komt dat Volendamse dialect eigenlijk vandaan? Wij hebben eigenlijk een mengeldialect. Er kwamen mensen uit de zuiden, de Nederlanden, naar Volendam toe. Vanwege wat je nu ziet, net als in Syrië en Oekraïne, kwamen die mensen ook op de vlucht voor de oorlogen. Want die Spaanse bezetters, die bezetten dus Antwerpen in 1585. Dus Mechelen hebben ze in de brand gestoken. Dus die mensen zijn gevlucht naar Schokland. En van Schokland zijn ze dus naar Volendam gekomen. En die namen dus bepaalde woorden mee. Ik zou graag naar een Harkerf rondkomen. Ik zou graag naar Harkerf voorkomen of zoiets. Ja. Ja, nou ja, het is een andere keer terugkomen. Het is een Harkerf vrom komen. Harkerf vrom komen. Terug is vrom. Oké, dus Harkerf vrom komen. Toch? Ja, zeker. Heel goed. Oké, dus ik zou Harkerf vrom komen.